Zeer goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Simon de Remus en het is echt zeer leuk om wakker te worden voor het is. Ja, ze zijn al heel vroeg bezig al met het werken hier op mijn straat. En Ginders heb mijn bulletje. Dan denk ik dat je ze eens kunt uitslapen, maar tarara, toch niet. Want ze zijn hier weer al aan deze stoep hier aan het werken. Daar Ginder zijn ze een nieuw gebouw aan het plaatsen. Een hele grote bedrijvigheid hier in de straat. Zie je dat op? Kijk eens, pak op nieuwe zand. En daar zijn ze bezig. Oh, geweldig, geweldig. En wel, dan ga ik proberen toch wat iets te doen nu al 's morgens vroeg. Goedemorgen. Ik ga wat gaming movies opnemen, denk ik. Voilà, en om 10 uur vertrek ik naar mijn afspraak. CGG. Today is it CGG day. Allee, ik zie jullie allemaal zo zelfs mensen, terug. Ik ga nu naar de CGG toe. Ik ga sowieso één ding niet zal zeggen. Ik heb ook nog een livestream gedaan via Twitch en Facebook. Ja, YouTube gaat nog altijd niet. Maar alles is in orde aan het komen. Alles wat ik dan game of zo, dan neem ik dat gewoon op en dan upload ik dat naar YouTube toe. Je kunt ook integraal met mij mee chatten en dan komt dat ook allemaal zichtbaar. Het is allemaal in orde gekomen. Dus ik ga nu richting CGG toe en dan ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de Flatout 1 livestream. Allee, tot straks. Yo. Bij de CGG aangekomen hier in Hasselt. Heb ik zelfs een gesprek en ik zal wel na de rand zal ik wel even duidelijk geven hoe het is gegaan. Toppie? Oké. En ik heb de trappen gedaan in plaats van de lift. Dat is op de derde verdieping, dus ik heb redelijk wat trappen gedaan. Hoi, goed weer voor mijn conditie. Ik ga dit ook nog heel eventjes vermelden dat dit echt persoonlijk is, dit kan ik dus niet opnemen. Dan weten jullie dat. Dus het hele gesprek gaat echt privé doorgaan. Ga ik niet filmen. Omwille ook van de privacy redenen. Dus het is iets heel voor mij en ook misschien ook een gedeelte ook voor jullie. Dat ik misschien mijn eigen terug kan vinden naar jullie toe. Want ik probeer nu toch ook alweer wat leukere vlogs te maken en toch ook al op locaties al wat te filmen en al. En daar moet ik ook mee wat kunnen durven voor uit te zetten. Dat ik ook op locaties kan filmen. Hè. Allee. Even het gesprek gaan. Dus wat moest ik allemaal meenemen? Personen, gegevens, vragenlijst, vorige hulpverlening en vragenlijst rond klachten. Breng een verwijsbrief. En of alle relevantie, verslaggeving van de vorige hulpverleningen mee. Ik leef een klevertje van de ziekenfonds op de vragenlijst. Personengegevens. Voilà. Dat heb ik allemaal bij. Toppie! Dan kan het gesprek subiet beginnen. Om 10:30. Ik ben toch al heel vroeg wakker omwille van dat ze al aan het werken waren bij mij thuis, daarom heb ik ook al een gaming movie kunnen opnemen en livestreamen. Oh, wat ik toch allemaal doe voor jullie. Plezier te gunnen. En vrijdag heb ik opnieuw een gesprek, niet hier, maar dan iets verder bij de Cordiumgebouwen. Omwille van mijn onderbuurvrouw dan. Dus ik heb redelijk wat gesprekken deze week opstaan. Morgen en overmorgen gewoon gaan werken. Op Bivalens in
wel centraal wou ik zeggen, een Globachem. Maar nu eerst nog het gesprek. Zo, hier bij de zeegeet terug buiten. Ze gaan nu kijken welke dienst dat ik nu terecht kan komen. Omwille van die ruzie met Alice. Ik heb mijn gevoelens geuit. Ook mijn hobby heb ik uitgelegd wat ik doe en al. Dus dat ik een dagelijkse vlogger ben. Dat ik ook heel veel on de baan ben en al. Maar dat ik ook wat thuis wegvlucht. Ja, een hele boterham. En hier via CGG zelf heb ik slecht nieuws, kunnen ze mij niet helpen. Dus dan vraag ik me af, hoe lang gaat de ruzie nog duren? Allee, ik zie jullie zelf allemaal. Zo, ik ga een kleine thuislapje maken van hieruit tot bij mijn thuis. Dus ik ken hier perfect de baan. Dus het kan maar een hele kleine thuislapje zijn. Maar ik zal zeggen, geniet er maar van. Tot straks. Zoveel te vloggen, maar ik ga nu naar mijn slaapkamer toe samen met Bea om samen dan naar familie te kijken en ook naar Enzo Knol, noem maar op en al. En ja, ik heb niet, en we zijn ook vandaag ook nog een wandeling gaan doen in Nieuwenhoven, maar jammer genoeg, het was leuk, maar jammer genoeg heb ik daar geen beelden kunnen maken dat mijn gsm zo goed als plat was. Want ik begon met de wandeltocht met 80%. Ik dacht, god, dat zal wel genoeg zijn. 10 minuten later was mijn gsm nog maar 60%. Dus dan was er al 20% al van mijn batterij al verbruikt. Dus ja, dus daarbij wil ik zeggen van, ik ga niet filmen. En we gaan dan nu naar familie kijken, dus ik zie jullie zelfs allemaal terug, misschien nog wel voor een timeslapje. Hallo kijkers en welkom nog op een laatste stukje vlog. Ik ben ziek kapot. Oh mannekes, ik heb juist Bea teruggebracht. En nu moeten jullie eens mijn straat zien. Hè. Dat is niet eens met het thuisluikje doorgespoeld, maar echt waar. Dus mensen, ik ga nu dus mijn straat in. Ziet, dat is hier allemaal auto's. Allemaal auto's. What the fuck? En dan opnieuw hier. Ja, ze zijn nieuwe stoepen aan het maken. Hier nog allemaal auto's. Zie dat, zie dat. Ziet dat eens aan. Oh, 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 oh. En hier is nog een plekje. Hier ga ik mee zetten. Ofwel op mijn locatie. Ik ben aan het denken. Daar. Oftewel daar. Ik ga mij daar zetten. Ja, ik heb mij op mijn oude plekje zetten. Ja, hier zo. Voilà. Dan kan hij ook nog uit. Voilà. Toppie. Oh. Mensen, mensen, mensen. En ik vergeet weer al mijn raam toe te doen. Nu vergeet ik nog mijn raam.
te doen. Dan moet ik het weer alweer met een sleutel doen. Eens even kijken of mijn compagnon nog wakker is. Nee, die ligt ook al te slopen. En dan zegt hij met alles zoals tegen mij. Oh fuck, ik ben mijn lampje weer vergeten ook uit te doen. Ja, hij is uit. Ja, hij is nog niet uit. Maar... nu wel. Oh, ik moet plassen. Ik moet plassen. Ja, ik hoop dat de vuilkar tot hier geraakt morgen. Want zij mogen ook blauwe zakken. Ik zie ze hier amper staan, de blauwe zakken. Ik zie alleen maar één groen container en één blauwe zak. Daar zie ik niks staan. Ik weet het niet. Hopelijk komen ze af. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben echt moe, mensen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben echt moe. Ja, ik heb vandaag ook gewandeld, hè. In Nieuwenhoven. En daar heb ik geen beelden van. Ik kan het jullie wel bewijzen. Ja, ik ga met de lift naar boven. Ik ben moe. En daar liet ik jullie bijna vallen. Dus ik ga hier mijn vlog beëindigen. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om een belletje te doen dat jullie op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe vlog of iets online komt. En als er iets met de vlogs tegenwoordig mis is, wordt het ook al gemeld. En ik ga er direct ook al aan de slag mee voor een re-upload te doen op de vlogs terug. Ik denk dat mijn kwaliteit toch op de rug gaat. Hè. Dus als jullie nog fouten van al zien, meld het tegen mij en ik verbeter het. Ik verbeter het. Dus dan weten jullie dat. Dus kom naar Discord toe. De link staat hier onderaan de beschrijving. BM mij dan, CycleTV. En zeg tussen welke tijdspannen dat er de fout is opgelopen in mijn vlogs. En zeg ook welke nummer van de vlog en al. Dan ga ik eens kijken wat ik dan nog aan kan doen. Dus dat is vanaf deze vlog. Dus vanaf, als er, vanaf nu en in heden nog fouten zijn. Ik hou de bestanden, ik geloof iets van 15 dagen bij. Dus tussen bijvoorbeeld nu en 15 dagen later. Ja, dus 15 dagen later wordt deze nu dan verwijderd. Dan weten jullie dat. Ik ga slapen tot morgen. Nog iets over Discord. Schijnt dat er een wandeling meeting. Ik heb hier precies een buisje. Een wandelmeeting is georganiseerd nu zondag. Nee, ik kan niet. Dus ik zeg het nog via deze filmpje. Dus deze plaggen heb ik er nu achter. Heb ik er erachter nog geplakt. Achter mijn vlog. Dus dat jullie dat weten. Ik wil het wel organiseren de zondag daarop. Als jullie het goed vinden. Maar eerst ga ik dan ook naar de weerbericht kijken. En als het weer het toelaat, wil ik het op een korte tijdspanne het organiseren. Dan gaan we wel met groepjes van 4 wandelen. Want je mag niet met meer. Jammer. Maar binnenkort weer wel. Dan mogen we met 8. Ze willen het gaan uitbreiden naar 8. Daar ben ik wel echt heel, heel, heel blij mee. Bij deze weten jullie dat ook. Dus ik zie jullie allemaal morgen weer al met een gloednieuwe vlog. En boef, ik mis u.